Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering geeft opheldering aankoop Hotel Babylon. President Santokki wordt lid van Boy Scouts Suriname. Wegenautoriteit voert preventieve onderhoudswerkzaamheden in Groot Paramaribo. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft in de Nationale Assemblée duidelijkheid verstrekt over de kwestie van de aankoop van Hotel Babylon. Wij voeren u terug naar een fragment uit de DNA-vergadering van 5 maart 2024. Het is inderdaad zo dat de regering een pand heeft gekocht voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, met name het directoraat Arbeid. Dit is het pand welke nu bekend staat als Hotel Babylon. En de noodzaak was daartoe, voorzitter, omdat we in principe geconfronteerd werden met de verhoging van de huur van het pand aan de Eddy Brumastraat en wel van SRD 180.000 naar 1,5 miljoen per maand. En voorzitter, op mijn begroting van 2023 had ik precies 3 miljoen voor jeugdzaken. En ik ben geen minister die 18 miljoen gaat geven aan een verhuurder, terwijl ik mijn beleidsprogramma's onvoldoende middelen heb. Daarom is er ook toen besloten om over te gaan tot de aanschaf van een pand. We waren dat al van plan in 2022, maar we zijn toen Hosta Apartment misgelopen, omdat toen we bezig waren de koop te beslechten, het pand geveild is geworden door de bank. We zijn daarna op zoek gegaan naar een ander alternatief. 3 panden zijn toen geïdentificeerd geworden, namelijk Oud-Glansgebouw aan het Kerkplein, Casana aan het Van Hogerhuisstraat en Hotel Babylon. Een interne commissie van Arbeid, bestaande uit directieleden, heeft toen Hotel Babylon het best bevonden, waarna we verder het proces hebben ingezet, namelijk middels een raadvoorstel toestemming vragen voor de koop. Werken is goedgekeurd in de regeringsraad. We hebben toen, om het pand daadwerkelijk te kunnen komen, moesten we een hypotheek afsluiten bij Trustbank Amina voor de voorfinanciering. En we zijn erin geslaagd vorig jaar december om de eerste betaling te doen. En ik kan u aangeven, voorzitter, dat het bedrag voor de koop opgenomen was op de begroting van 2023. Het restant bedrag dat dit jaar betaald moet worden is ook opgenomen op de begroting van 2024. En we praten over een totaalbedrag van 3,2 euro. Ik kan u ook doorgeven, voorzitter, dat dit pand getaxeerd is geworden door GBB. GBB kwam op een bedrag van 2,7 euro. Maar dat was zonder de inboedel. Het pand 2,7 miljoen euro. Ja, daarop kwam GBB zonder inboedel. Het pand is gekocht geworden met alle inboedel. Dat komt dus op een bedrag van 3,2 euro. En voorzitter, de bedragen die circuleren, alsof het pand zou zijn gekocht voor 5,1 miljoen, kan ik gerust verwijzen naar het Rijk der Fabelen. We hebben geen cent meer dan 3,2 euro betaald voor dit pand. En ik kan u ook doorgeven, voorzitter, dat we sinds eind januari uit het pand zijn aan de Eddy Brumastraat. We zijn op dit moment versnipperd. Arbeid opereert op dit moment in COVID-mode. Dat betekent dat het gros van mijn personeel op dit moment thuis zit, omdat we geen onderkomen hebben. Ik zit op dit moment aan de Franse Panenstraat 12, boven een winkel.
wat de DNV absoluut heeft afgekeurd voor de veiligheid. Onze goederen zijn opgeslagen in een loods aan de Duisburglaan. Dus we hebben op zeer korte termijn een pand nodig om in te trekken en normaal weer onze dienstverlening aan het publiek te hervatten. We hopen dat op 26 maart de overdracht van het pand plaatsvindt, waarna we in april kunnen beginnen met de verhuizing en het wederom oproepen van het personeel om in wat nu bekend staat, Hotel Babylon, hun werk te komen verrichten. Dat is de toedracht, voorzitter. Ik kan u ook nog meedelen dat er geen enkele opdracht is gegeven tijdens de president van de Republiek Suriname om het pand te kopen. De enigste bemoeienis van de president was in de regeringsraad, toen daar om toestemming is gevraagd. Verder is er geen enkele bemoeiing geweest. De koop nogmaals is geleid door een interne commissie van arbeid. En ik vind het heel jammer, en dat wil ik benadrukken, voorzitter. Ik vind het heel jammer dat het goede werk dat door ambtenaren is verricht op deze wijze wordt besmeurd door een social media campagne. In een vraaggesprek met de communicatiedienst Suriname verklaart de minister ook dat het besluit van de aankoop van dit pand werd genomen nadat het eerdere pand waarin het ministerie van AWJ haar activiteiten ontplooide door de eigenaar werd verkocht. Kijkt u mee. De directe reden om Hotel Babylon te kopen is het feit dat het ministerie van Arbeid sinds de verkoop van haar pand aan de Wagenwegstraat geen pand meer heeft om daarin haar activiteiten te ontplooien. We hadden een pand gehuurd aan de Eddy Bruma-straat voor een aantal jaren. Het pand huurden we tegen een bedrag van 180.000 SRD per maand. Helaas wou de verhuurder dit bedrag verhogen en wel naar een bedrag van 1,5 miljoen. Dat zou op jaarbasis uitkomen op ongeveer 18 miljoen. Dat was voor mij toch wel een veel te hoog bedrag om aan huur te betalen. Terwijl sommige van mijn beleidsprogramma's, waaronder jeugd, op de begroting van onder meer 2023 maar een bedrag van 3 miljoen hadden. Dus als je kijkt in verhouding was het de huur van 18 miljoen niet te doen voor het ministerie. We zijn daarom op zoek gegaan naar panden welke we zouden kopen. We hebben een drietal panden geïdentificeerd. Namelijk het Oudglansgebouw aan het Kerkplein, het pand van Kasana aan het Van Hoogeruitstraat en het pand welke bekend staat als Hotel Babylon. Een interne commissie onder leiding van de directeur heb ik toen belast met het verzoek om na te gaan welke van de drie panden geschikt zou zijn om in te trekken of op korte termijn in te trekken. De bevindingen van de commissie waren Hotel Babylon. En we hebben toen het proces in gang gezet om Hotel Babylon te kopen. We hebben een raadsvoorstel ingediend, welke is goedgekeurd in de regeringsraad. Dat gaf ons dan de nodige goedkeuring om verder te gaan. Het pand zouden we niet direct kunnen kopen, omdat de verkoopprijs in euro was. Dus we moesten ook een bank betrekken. Trustbank Amana was willing om ons te helpen. Dus we zijn ook een overeenkomst aangegaan met Trustbank Amana. En in samenwerking met de makelaar hebben we toen het proces versneld, waardoor we in december dan de koop hebben kunnen bekrachtigen. De koop is getekend door de minister van GBB, minister Forswijk en de minister van Financiën, minister Stanley Raghubarsingh. We hebben toen de eerste betaling gedaan voor het hotel en we moeten deze maand de tweede betaling doen, het restant bedrag betalen. Dat zouden we in principe al in januari moeten hebben gedaan, maar we weten hoe het zit met de overheidsfinanciën op dit moment. Dus we moesten even geduld betrachten. Maar dat zal deze maand worden betaald, zodat we dan per 26 maart het pand kunnen krijgen van de makelaar, van de notaris. En dan de nodige stappen ondernemen om daarin in te trekken.
in de maanden na 26 maart, april, mei. Wel, het totaalbedrag is een 3,2 miljoen euro. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 3,4 United States dollar. Op dit moment hebben we in Surinaamse dollar 95 miljoen al betaald. En we moeten nog een bedrag van, ik denk, ongeveer 32 of 34 miljoen nog betalen. Want dan komt het neer op het bedrag van 3,2 miljoen euro. Ja, in september is het raadsvoorstel goedgekeurd. Ik kan u ook meedelen dat we vanaf 2022 in principe bezig zijn om naar een eigen pand te zoeken voor arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken. We waren al ver met Housing International Hosta Apartments om dat over te nemen. Dat staat aan de Keizerstraat. Maar helaas, toen we de koop zouden beklinken met de eigenaar, had de bank dat, die panden al geveild. Dus we zijn dat misgelopen. Vandaar dat we toch wel ook in 2023 hebben getracht om een eigen pand te identificeren voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, met name het directoraat Arbeid. En dat is ons gelukt met het pand welke bekend staat als Hotel Babylon. Wel, in het raadsvoorstel is opgenomen dat we het pand kopen tegen een bedrag van 3,2 miljoen euro. En dat we Trustbank Amana kunnen benaderen met het verzoek om dit bedrag voor te financieren. Dat is opgenomen in het bedrag, in de missieve, welke gebaseerd is op het raadsvoorstel. Ik kan u ook verder mededelen dat bij de verkoop slechts de makelaar, mevrouw Omaira Boutersen van Renaissance Real Estate, betrokken is geweest. Zij is altijd onze counterpart geweest bij de verkoop. Geen enkele andere persoon is in beeld geweest bij het ministerie. Dus met haar hebben we gedeeld. En met haar zullen we ook werken aan de afronding van de koop van het pand. Ons streven is om het pand ergens april, mei in gebruik te nemen. En we hopen dan dat het personeel van het directoraat Arbeid Werk op dit moment versnipperd is en ook vanuit huiswerk. Want dat moeten we niet vergeten. Het gros van het personeel van Arbeid Werk op dit moment van huis, omdat we per 31 januari van dit jaar, 2024, het pand van aan de Eddy Brumastraat hebben verlaten. Dus we moesten naar noodoplossingen zoeken. Als minister en directie en directeur, wij zitten aan de Frans-Japanenstraat, 12 boven. Onze spullen hebben we moeten opbergen in een loods aan de Duisburglaan. Daar zitten ook enkele diensten, met name de OD, ondersteunende diensten. Personeelszaken die zitten daar op dit moment. Maar het gros van het personeel zit thuis, werkt van huis uit of komt per roulatie opdagen om hun werkzaamheden te verrichten. Omdat we nogmaals, op dit moment hebben we helemaal geen pand voor het directoraat Arbeid. De overige afdelingen, arbeidsinspectie, jeugdzaken zitten op dit moment goed. Maar arbeid waar ongeveer 150 mensen geaccommodeerd moeten worden, die hebben helaas op dit moment geen werkplek om hun activiteiten te ontplooien. Wel, de eigenaar zou moeten bekijken wat hij met het personeel gaat doen. Dat is ook een van de afspraken die is gemaakt. Helaas kunnen we geen personen overnemen, omdat nogmaals, wij gaan geen hotel runnen. Het pand zal gebruikt worden als het centrum voor activiteiten voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dus dat betekent de minister, de directeur arbeid, de onderdirectoraten, internationale en juridische zaken, arbeidsmarkt, ondersteunende diensten, die zullen daar komen te zitten. En voor de rest zullen de overige afdelingen op dit moment blijven waar ze op dit moment zijn, omdat die nogmaals al goed gehuisvest zijn.
President Chandrika Prasad Santokhi is op 6 maart 2024 geïnstalleerd als lid van de Boy Scouts Suriname. De installatie tot lid vond plaats op het presidentieel paleis en is voorafgaand aan de installatie tot Chief Scout, welke aanstaande zaterdag zal plaatsvinden. Het staatshoofd noemde het een eer om lid te zijn van de organisatie. Hij zegt steun toe aan de organisatie om meer jongeren te bereiken en hen te vormen, zodat zij weerbaar zijn voor de hedendaagse uitdagingen. Voor mij een zeer heugelijke dag. En u heeft net de installatie meegemaakt, gepaardgaande met heel wat ceremonieën, formele handelingen. En daarom voel ik mij vereerd om opgenomen te zijn in niet alleen de Boy Scouts van Suriname, maar daarmee ook in de wereldorganisatie van de padvinders. Ik heb uitgekeken naar dit moment. Er is een hele voorbereiding geweest. Er is ook een hele commissie geweest van de Boy Scouts en op het kabinet om dit goed voor te bereiden. En daarom bedank ik aan ieder die zich heeft ingezet voor deze heugelijke dag. Met name het bestuur van de Boy Scouts Suriname. Daarnet heb ik mijn belofte afgelegd en ik heb het beloofd en ik zeg het nu weer, ik ga mij daaraan houden. Trouwens, dat is mijn levenswijze. Zonder dat ik geïnstalleerd was, leefde ik al met deze principes. Maar nu nog meer met jullie allemaal als mede broeders en zusters in Boy Scout, gaat dat die collectiviteit verhogen van deze leefwijze. Maar ook de padvinderswet en de statuten die ik ook inmiddels ontvangen heb, daaraan zal ik mij ook houden. En we zullen alles doen, bestuur, om die padvindersorganisatie in Suriname groter te maken, sterker te maken, en u kunt daarop zeker mijn ondersteuning rekenen. De Boy Scouts van Suriname is een padvindersorganisatie. Wereldwijd heb je verschillende padvindersorganisaties en wij zijn zeg maar die nationale organisatie in Suriname. Vroeger was het jongens, daarom hoor je in de naam Boy Scouts, maar nu is het voor jongens en meisjes. Er zijn meerdere padvindersorganisaties in Suriname, zoals de Surinaamse padvindersschilden, maar dat zijn voor meisjes, en de gidsen Surinamers ook voor meisjes. Wij zijn de Boy Scout van Suriname en dit jaar bestaat de padvinderij in ons land 100 jaar. En de Boy Scout is zeg maar vanaf 1972 actief. Het is een samenbundeling van 2 organisaties toen geworden. En vanaf 1972 hebben we gezegd, we gaan in 1 en zijn ze Boy Scout van Suriname geworden. Nou, kijk, de padvinderij is er voor ieder, jong en oud. Voornamelijk jongeren, maar ook ouderen mogen ze gaan. Maar de president in onze statuten is opgenomen dat de hoogste autoriteit, zeg maar de president, gevraagd kan worden om Chief Scout te worden. Dat is de hoogste padvinder in het land. We hebben vorige Chief Scouts gehad, laten we beginnen met Johan Verrier. Hij was zelf ook padvinderleider. Toen hij president was, is hij de eerste Chief Scout geweest. We hebben Ronald Venetiaan gehad. We hebben Daisy Boutersen gehad. Nu is Chandrika Prasad Santokhi. We hebben hem onlangs gevraagd als hij die erefunctie van Chief Scout wil hebben. Hij heeft ja gezegd. Dus moesten we overgaan tot de procedure om een eerste instelling. Want je moet eerst padvinder zijn, gemaakt worden en dan kan je Chief Scout worden. Dus vandaag hebben we de installatie van hem gehad. En zaterdag gaan we de installatie als Chief Scout. Kijk, het is meer een erefunctie. Van hem worden we vandaag dat hij een beetje het gezicht is van de organisatie. Maar dat ook helpt om zeg maar
in die promotion, in plannen, helpen meedenken, wat ons bedrijf ook meedoen. Kijk, je hebt van de chief scouts die ik meegemaakt heb, kijk bijvoorbeeld Ronald Feliciano was een heel actieve chief scout. Uitgenodigd, zeg ik vaak tegen de mensen. Zag je hem? Hij is ook een pathfinder geweest, dus hij kende dat ding actief. Dus van deze president verwachten we dat hij samen met ons gaat werken aan de uitbouw van die organisatie. De Wegenautoriteit heeft een aanvang gemaakt om noodzakelijke preventieve onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in Groot Paramaribo. Op donderdag 29 februari is het startsein gegeven aan de Gravenbergstraat. Hierna komen de Gladiolenstraat en de Mirandastraat aan de beurt. Volgens Wegenautoriteit-directeur Shunanda Gopal Rai is dit project gericht op het preventief onderhoud van asfaltwegen in Groot Paramaribo en de omliggende gebieden. Kijkt u mee. Na de activiteit van gisteravond met betrekking tot de asfaltreparatie aan de Indira Gandhiweg, de strekking Delidorp tot Meursweg, staan we vandaag hier aan de Gravenbergstraat in verband met de aanvang van onderhoudswerkzaamheden. Het betreft hier een project van de Wegenautoriteit, namelijk het uitvoeren van preventief onderhoud op asfaltwegen in Groot Paramaribo en districten. Het bijzondere van dit project is dat het hier gaat om alternatieve reparatiemethodieken. Met het doel om de levensduur van de weg te verlengen en wel middels preventief innovatief onderhoud. De twee innovatieve reparatiemethodieken omvatten enerzijds het aanbrengen van scheurvullingen en anderzijds het aanbrengen van een polyflex microdeklaag op de weg. We zijn hier preventief onderhoud aan het voeren. We zijn heel blij dat de Wegenautoriteit, behalve dus aan curatief onderhoud, ook aan preventief onderhoud doet. Wat we hier doen is het aanbrengen van een dunne micro deklaag. Het is een hele speciale deklaag, polymeer gemodificeerd. Heel taai, heel sterk, dat je heel dun kan aanbrengen op de bestaande asfaltlaag. Wij doen dit eigenlijk om de levensduur van die weg te verlengen. De kosten wat nu hier gemaakt wordt voor preventief onderhoud is circa 50% lager dan het andere minimale traditionele onderhoud wat je zou doen. Ik ben blij, omdat de regering heel snel een nieuwe directeur heeft aangewezen, een nieuwe raad van toezicht. En in goed overleg tussen de Wegenautoriteit en OWE hebben wij gezegd, laten we die Wegenautoriteit weer die label geven zoals vroeger. En dat is primair wegen herstellen, renoveren of aanleggen met alles erop en eraan. En step by step ziet u zelf, de Wegenautoriteit is overal weer actief geworden. Vanaf Nikeri tot Komewijnen en in heel Paramaribo-Wanica. Heel actief, ook de weg naar Sanderij bijvoorbeeld wordt aangepakt. En een tweede ding is, als minister van OW, samen met de Wegenautoriteit, had ik ook toegezegd toen, na gesprekken met verschillende mensen in de sector, want we kwamen uit een crisisperiode, hoe we wegen kunnen herstellen, maar op een andere manier die even goed is, levensduur verlengd en waarvoor we niet veel hoeven uit te geven. En dat is wat ik noem innovatieve methode van verharding. Dus het is veelbelovend. U gaat ons vaker zien in het veld waarbij we verschillende methodes door dit bedrijf ook zullen laten introduceren in Suriname. Het speelt heel wat, want we hebben niet zoveel middelen en toch bereiken we heel veel. 5 jaar terug kon dat niet, 10 jaar terug kon dat niet. Maar vandaag kunnen we met weinig budget heel veel weer. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.